Welkom bij weer een nieuwe NEC-update na de bekerwedstrijd. Een gewonnen bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. Want ja, NEC wist weer thuis te winnen. En daardoor staan ze in de halve finale van de KNVB-beker. Maar goed, groots was het zeker niet. Niet onze beste wedstrijd in de laatste weken. Maar uiteindelijk gaat het op dit soort avonden ook gewoon dat je wint en doorgaat. En daar mogen we denk ik tevreden over zijn. Ja, je zegt al niet de beste wedstrijd. Je komt er heel snel op 1-0. Daarna ja, zakt het in, staat het stil. Hoe kan dat? Ja, ik mist een beetje. Hè, heeft ook te maken met ADO, hè, die het natuurlijk klein maakt en ons aan de bal laat en weinig ruimtes weggeeft. Maar ik mist een beetje de frisheid en energie in het aanvalsspel. Misschien ook verklaarbaar omdat je zaterdagavond nog laat speelt. Maar daardoor konden we er niet echt lekker doorheen spelen. En als het dan wel lukte, dan was de laatste paas of de aanname net niet goed. Nou, daar hebben we het in de rust over gehad. En ik denk ook tweede half was beter. En met het inbrengen van de wissels kwam er ook meer energie. En die hebben ons daarin uitstekend geholpen. Ja, ik zag ook echt balletjes die normaal gewoon aankomen. Hele simpele, die nou niet aankwamen gewoon. Ja, maar ja, dat is ook voetbal. Hè. Zeker de laatste weken zijn we wat dat betreft natuurlijk verwend geraakt. En als het soms minder gaat, dan moet je ook terugvallen, vind ik, op stabiliteit. Mag je niks weggeven. Nou, ik vond ons 10 minuten voor rust heel slordig. Grote ruimtes weggeven. Nou, dat hebben we na rust veel beter gedaan. En uiteindelijk beslis je ook gewoon een wedstrijd door 2 goede goals. En denk ik door goed invallen van de wissels. Ja, over die wissels gesproken. Ik dacht op een gegeven moment van Seuntje Hansen en Hoedemakers misschien maar eens eruit halen. Maar die liet jij langs. Nou, volgens mij was Mees de eerste met Koki uiteindelijk. Kijk, Sontje heeft, omdat een tegenstander ook wat verder naar voren speelt, ook dreiging in de diepte altijd. En vandaar dat we hem laten staan en met Silla nog een type erbij hebben gebracht die de diepte goed kan bespelen. Dus ja, uiteindelijk zijn het ook keuzes die ik moet maken. Ja, nee, want ik vond zeker de eerste helft vond ik dat de twee slechtste van het veld. Nou ja, dat weet ik niet of het zo is. We kwamen ook wat minder in het stuk voor. En voor Mees was het ook lastig omdat de ruimtes klein waren. Maar uiteindelijk win je en verlies je altijd met elkaar. En is het ook goed dat we een bankje hebben, want dan kun je wat wisselen. Ja, 3-0 was het dus. En daar zat ook weer een doelpuntje bij van Dirk Proper. Ja, dat is altijd mooi. Dus geslaagde avond, denk ik. Ja, het moet niet gekker worden met jou. Hè? In Spanje had je er al over. Maar ja, je gaat als een raket op dat gebied. Nee, klopt. Het is iets waar ik veel mee bezig ben. En ik denk dat ik nu vaker in die posities kom. En ik moet zeggen, vandaag had ik maar 1 keer nodig. Dus die zat er aardig in. Ja, die zat er wel aardig in. Hey, even terug naar de wedstrijd. De eerste helft ging moeizaam, zeg. Ik denk sowieso dat we geen hele goede wedstrijd hebben gespeeld eigenlijk. Ik denk dat de eerste kwartier waren we oké. Daarna zijn we wel echt aan de bal heel ver teruggezakt in ons niveau. We hebben in de tweede helft gezegd dat het wel echt beter moet. Ik denk de tweede helft ook nog steeds moeizaam. Alleen, ja, je scoort wel gewoon de goals en uiteindelijk denk ik dat je ook niet echt in de problemen bent gekomen. Dus in die zin, weet je, ik denk dat we genoeg wedstrijden hebben gehad in de afgelopen jaren waar we niet zo goed spelen en het absoluut niet over de streep trekken. En je ziet nu wel gewoon dat met de kwaliteiten die we hebben en de overtuiging die we hebben, dat we altijd wel kansen en mogelijkheden creëren. En nu ook dat ze er steeds vaker erin gaan. Dus dan kan je ook dit soort wedstrijden waar je misschien niet top bent, wel gewoon goede resultaten halen. Ja, dan moet het vizier alweer heel snel richting vrijdag, want dan wacht RKC in Waalwijk. Maar ja, de trainer zei, ik vind hem wel lekker zo snel achter elkaar. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik kom even een beetje terug op mijn uitspraak. Ik had liever nog een dag extra gehad nu, omdat je toch wel ziet bij sommige spelers dat het eventjes wat pittiger is. Maar het is niet anders. Vrijdag staat er weer eentje. Een carnavalswedstrijd is dat, zeg. Ja. In Brabant. Ja. Carnaval. Nou, ik hoop dat zij het alvast gaan vieren. Dan krijgen we misschien wat makkelijker de punten. Maar nee, wordt een pittig potje RKC. Maar als wij gewoon ons niveau halen, denk ik dat we daar zeker punten kunnen halen. Dit was hem dan weer, de NEC-update van vandaag. Maar we zijn er alweer heel snel, want vrijdag wacht alweer de wedstrijd tegen RKC. Dat betekent dat we donderdag weer er zijn met een nieuwe NEC-update. Ik zeg graag tot dan.